Welkom bij Computnext Cloud Kiosk voor Microsoft Services. In deze presentatie laat ik zien welke mogelijkheden Computnext biedt aan Microsoft CSP partners om de bestaande tier 1 en tier 2 administratieve handelingen te vereenvoudigen. Wie is Computnext? Computnext is een bedrijf opgezet in 2010. We zijn oorspronkelijk een Amerikaans bedrijf. Hebben meerdere patenten op basis van technologie in de vorm van de cloud aggregatie. We zijn bijna allemaal voormalig Microsoft medewerkers en we zijn gebaseerd in Redmond naast Microsoft. Wat hebben we gemaakt? We hebben een cloud kiosk portal gemaakt en met deze cloud kiosk portal ben je in staat om als CSP de laatste mijl te bieden aan de klant. Dat wil zeggen, je kan nu al vanuit het partnercenter van Microsoft de licenties activeren. Je kan die code ter beschikking stellen aan je klant. Maar vervolgens heb je een aantal administratieve handelingen die je elke maand moet repeteren om Microsoft te informeren over de voortgang van de licenties. De Cloud Kiosk is een oplossing waarbij dat eigenlijk geautomatiseerd voor je wordt. De kiosk is een best te vergelijken met een e-commerce vormgeving. Met dat verschil dat je account zelf kan worden aangemaakt door jouw klant. Je ziet het ook dat de klanten zelfstandig hun aantal licenties kunnen beheren via die portal. En de portal is volledig in de look en feel van de partner, in dit geval van de CSP-partner. Er zit een automatisch facturatiemodel in, dat wil zeggen, jullie klanten die deze dienstverlening afnemen via de tier 1 partner, krijgt automatische factuur van de tier 1 partner. Dus met de prijzen zoals die vastgesteld is door de tier 1 partner. En het wordt geleverd als een dienst. Dus dat wil zeggen een cloud dienst. Er is geen hosting qua infrastructuur zelfstandig nodig. Het is een betaal naar gebruik model. Dus er zit geen verplichte jaarcontract aan. Als we kijken naar de huidige werkwijze, dan zien we dat de klant nu bij de Microsoft partner een licentie bestelt. De Microsoft partner op zijn beurt bestelt de licentie in het partnercenter, organiseert en registreert de klant en geeft die gegevens die terugkomen aan de klant terug, die vervolgens op zijn beurt weer inlogt op het partner product portal. Daarmee activeert hij zijn licenties en rapporteert dat terug naar het CSP-partner, die dat op zijn beurt weer terugrapporteert aan Microsoft. Natuurlijk een fantastisch concept, maar vrij kostintensief. Microsoft op zijn beurt stuurt een factuur naar de CSP-partner, voorzien van een CSV-file, waar eigenlijk één overzicht van alle licenties staat. En vervolgens is de CSP-partner die de mogelijkheid heeft om zijn eigen facturatie naar de klant toe te sturen, compleet met zelf opgemaakte prijzen, etc. Wat doet Computnext nu anders? Computnext die zorgt eigenlijk voor dat door middel van een cloud kiosk, een hosted omgeving, die volledig geïntegreerd is via een API met het partnercenter, dezelfde mogelijkheden biedt als de business klant gewend is, met het dienstverschil dat die nu niet wordt uitgevoerd door de partner. Eigenlijk is het zo dat de business partner of de business klant zelfstandig zijn licenties kan beheren, kan orchestreren en administreren in zijn eigen portaal, in zijn eigen menukaart. En dat de CSP partner op zijn beurt additioneel andere diensten kan toevoegen en eigenlijk tijd kan besteden aan de ontwikkeling van de klant. In plaats van administratieve handelingen te moeten doen om de licenties van de klant te beheren. Het gevolg. De marge die de CSP-partners maken, kunnen ze volledig gebruiken ter verrijking van de klant. In plaats van dat het ten gunste gaat van de handelingen in de administrativiteit. Als je nou kijkt naar het kiosk van CompuNext, dan zorgt dit eigenlijk voor dat het Microsoft Partners ontzorgt. Het heeft een volledig look and feel van de partner. Dus dat wil zeggen, bedrijf XYZ kan met zijn XYZ portaal clouddiensten verkopen van Microsoft. Alle producten, alle abonnementen worden automatisch geprovisioneerd en beheerd.
En er wordt een self-service model geleverd voor de klant van de reseller. Daarbij kan je al je facturen in één klik naar je klanten sturen. Je kan per klant een eigen aparte pakket samenstellen met aparte prijzen. Welke allemaal georganiseerd wordt aan de achterkant voor de partner. Doordat het een hosted omgeving is, is er een optimalisatie mogelijk met een zoekmachinevriendelijkheid en kan je speciale promoties opstarten. Daarnaast kan je bijvoorbeeld een prijs aanbieden aan je klant met een bepaalde tijdseenheid. Denk hier aan de komende 24 uur als u nu bestelt, zijn alle 365 licenties 1 euro voor de eerste seat. Dat soort elementen worden vastgelegd in het systeem. Dat is wat het portal doet. Nou, hoe ziet de portal dan eruit? Als we dan kijken naar deze portal, dan zie je nadat we ingelost zijn dat dit de omgeving is. Dit is de voorkant, dit is een beta-omgeving. We zien hier een knop View Products en deze omgeving kan volledig in de look en feel van de klant worden gemaakt, in dit geval van de CSP-partner. Er zit dus geen limitatie in de vorm van bepaalde look en feels die herleidbaar zijn naar Microsoft of dat het verplicht is vanuit Microsoft. Nee, dat kan volledig in de eigen huisstijl worden georganiseerd. Het voordeel is dat het een volledig geïntegreerd model is met de partnercenter aan de achterkant. Dus dat wil zeggen, de producten die de partner aan de voorkant laat zien, dit zijn tot het aantal balken, maar het kan de hele look and feel hebben van de partner. Your logo here is tijdelijk nu een omgeving zodat je kan zien, oké, daar kan ik het logo van de CSP partner zetten. Er is ook een knop, dan zal de huidige omgeving laten zien welke producten er momenteel verkocht kunnen worden. We hebben hier voor het gemak twee segmenten gepakt. Office 365 Business en Office 365 Enterprise. Elk model kan aan de hand van een eigen prijsstelling worden verkocht. Dus dat kan per maand voor $15 of dat kan per jaar waardoor het $12,50 per maand wordt. Het is aan de partner, in dit geval de CSP partner, te bepalen welke omgeving hij wil kiezen of welke wil aanbieden aan zijn klant. Stel dat we uitgaan van een business premium voor $12,50 per maand of $15 per maand, dan kan ik door middel van het klikken op de button zelfstandig laten zien: ik wil graag zoveel seats, in dit geval 10. Ik druk op enter, ik zie dat het $150 per maand kost voor 10 gebruikers. Ik kan eventueel een subdomeinnaam inzetten, zoals ik dat wenst. En ik kan zeggen, koop nu. Dit koop nu is nu puur een call to action to partner center, dat het aantal licenties wat we hebben gekozen, namelijk 10, wordt opgestart binnen Microsoft Partner Center. Je kan ook zien, your order has been processed. We zien keurig hier de datum, we zien de status activating. En op het moment dat ik klik op view workload, dan zou je zien dat hij naar de workload omgeving ook laat zien wat de huidige status is. De huidige omgeving geeft hij nu aan unavailable. Hij is dus bezig met het provisioneren van deze omgeving bij de klant of in ieder geval bij het partnercenter. En je kan het aantal stappen kan je bekijken door te klikken op het icoontje. Hij maakt een verbinding met de omgeving en hij biedt het aan in een overzicht. Op mijn beurt kan ik als klant zijnde weer zien welke bestaande abonnementen ik al reeds heb afgenomen bij deze partner. Ik zie hier ook 10 licenties in business en 8 licenties premium en 2 licenties business premium. En ik kan aan de hand van de status active of suspended kan ik eventueel ook nog inloggen. Ik kan hier kijken wat het product is. En dan zie ik hier de omgeving geladen van het moment wat ik net heb aangeklikt. Als ik kijk onder mijn SaaS subscriptions, mijn SaaS overzicht, welke overigens in het Nederlands ook vertaalbaar kan worden,
Dan zie ik dat ik hier een tiental licenties van Business heb genomen, een achttal licenties van Business Premium en een tweetal van Business Premium, waarvan de acht licenties inmiddels zijn verlopen. Die heb ik dus afgewaardeerd en twee heb ik nog bestaande. Ik kan aan de hand van mijn credentials kan ik gewoon keurig een overzicht krijgen. Ik zie hier de inlognaam en ik zie hier een wachtwoord. En vervolgens kan ik klikken op deze portal en zeg ik wil graag deze portal of ik wil graag dit product benaderen. Klik op deze link. En vervolgens kan ik inloggen met het wachtwoord en mijn gebruikersnaam die ik net heb gegenereerd. Hiermee log ik ook daadwerkelijk in op het Partner Center omgeving van de klant. Dus niet op Partner Center, maar echt puur op de omgeving van de klant die hij heeft gekozen. En als klant zijnde kan ik dus zelfstandig weer kiezen om bepaalde gebruikers aan te maken, zodat ik dat per omgeving zelf kan organiseren. En deze gegevens worden weer doorgecommuniceerd naar je portal. Dus ik zie hier een tweetal omgevingen. Als ik die dan kies, dan wordt er een keurige melding gemaakt. Even wachten wat de huidige status is. Die status wordt opgehaald in het Partner Center. En die wordt doorgecommuniceerd aan uw omgeving. En ik kan dat doen per onderdeel. Daarnaast kan ik zien wat mijn huidige orders zijn. Ik kan die order fulfillment afhandelen. En zo lever ik dat uit aan mijn klant. Dus mijn klant ziet dit hele omgeving. Welk probleem lost dit nou op voor de CSP partner? In dit geval u. Eigenlijk aan de achterkant zien wij de admin gedeelte van deze portal, waarin we een aantal elementen hebben georganiseerd. Een daarvan is accounts. We zien daar het CSP admin account waar we net zojuist hebben ingelogd. Het aantal licenties en als ik erop klik, dan wordt dat gewoon keurig geopend in het systeem. Daarnaast kan ik per eindklant kan ik bepalen wat zijn omgeving is. Ik kan eventueel eindklant handmatig aanmaken, maar ik kan ze ook gewoon keurig laten inlezen vanuit Partner Center in dit systeem. Ik heb hier een catalogus. En die catalogus kan zowel de producten bevatten die we reeds in het Partner Center hebben, zoals 365. Maar het zou ook bijvoorbeeld mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld Amazon te verkopen, of Azure, of SoftLayer, of een andere vorm van de bestaande catalogus op de marktplaats. Als je kijkt naar het aantal verkooporders, dan kunnen we twee segmenten benaderen. Eén zijn het aantal orders, die ik vervolgens weer kan uitsplitsen en wat de huidige status ervan is. En de facturatie, waarbij ik kan zeggen van ik wil dat deze facturen allemaal worden uitgestuurd. Deze facturatie gebeurt automatisch. Dus dat wil zeggen dat als de klant vandaag een licentie koopt, dan krijgt hij nu een factuur, morgen uitgedraaid van het systeem. U heeft een licentie gekocht. En vervolgens kan er of gekozen worden om dat direct te laten afrekenen via iDeal. En de vervolgens stappen via een SEPA. Of het wordt zeggen, ik ga dat factureren volgens mijn facturatiestroom. Het tweede model is, zodra deze tijdsperiode voorbij is, laten we zeggen dat het op 15 januari is, krijgt de klant gewoon weer een factuur. Automatisch vastgelegd door het systeem. Omdat ons systeem uitleest wanneer licenties is opgestart en wanneer die verloopt. Is het zo dat de klant in de tussentijd heeft gezegd, ik heb geen 10 licenties, maar ik heb maar 8, dan zou het aantal van 8 zou worden teruggebracht op de nieuwe factuurdatum en wordt gekeken tot wanneer die 10 licenties loopt. Dus laten we zeggen dat het aantal licenties is begonnen op 15 december, loopt tot 20 december. En van 20 december heeft de klant teruggeschakeld van 10 naar 8. Dan wordt van 20 december tot en met de volgende factuurdatum worden 8 licenties gefactureerd en wordt het restant teruggestort. Dit model is eigenlijk nagenoeg hetzelfde wat je ook kan doen met je CSV-bestand, die je kan downloaden van het Microsoft Partner Center, alleen nu geautomatiseerd. Kortom, het helpt je een hoop uitzoekwerk te voorkomen. Vooral belangrijk in de maandelijkse rapportage naar Microsoft toe. Dit is de portal. Dit is het model wat Computnext heeft gemaakt voor CSP partners. En ik ben benieuwd of u geïnteresseerd bent in een verdere demo. Dank u wel.